vandaag heb ik enkele Pinterest paasknutsels voor jullie. Ik werd vandaag geïnspireerd door het konijnenkontje. Ze zijn schattig en fluffy. En ja, ik ga ze gebruiken voor paasknutsels vandaag. Kijk, fluffy konijntjes. Kijk snel weer hoe we ze maken. Als eerste maken we een schattig konijntje. Wat je hiervoor nodig hebt is een bloempotje met bloemetje in, het mag net zijn of een echt. Wattenballetjes. Deze patroontje kan je vinden op mijn website. Een schaar. Het mag lijm zijn. Ik gebruik een lijmpistool. En natuurlijk nog een elefantenbolletje. We gaan een piep, schuim, balletje kopen. Of je kan een pomponnetje maken. Van wow. Nu gaan we eerst onze voetjes uitknippen. Als die klaar zijn, leg je ze aan de kant en neem je een wattenbolletje. Hieruit gaan we het staartje knippen. Knip het zo groot als je wilt. Nu enkel nog de voetjes en het staartje erop lijmen. Even ons bloemetje erbij nemen. En dan zetten we hem erin. Tada! Als tweede heb je nodig gekleurd papier, een schaar, deze patroontje, wattenbolletjes, lint of wol en een lijmpistool. Deze patroontje vind je weer op mijn website. En deze knippen we ook uit. Als die uitgeknipt is, dan ziet die er zo uit. En dan neem je je kleurpapier en dan leg je ze zo. En dan ga je ze overtekenen. Als die papier niet te dik is, kan je ze stapelen en dan kan je ze uitknippen. Je kan zoveel kleurtjes gebruiken als je wilt. Ik heb gewoon 2 kleurtjes in een patroontje gehouden. Leg je konijntje omgekeerd en plak je vast aan het draadje. Draai nu je slinger om. En geef ze nog een schattig staartje. Hiervoor heb ik de watjes in 2 geknipt. En dan is de slinger klaar. Oeh, lekker. Voor de volgende knutsel print je deze patroontje af op mijn website. Stop je hem in de kaart. Je hebt deze gekleurde balletjes nodig en een lijmpistool. We gaan deze konijntjes een gekleurd staartje geven. Je stopt het glas achter de tekening en je lijmt de staartjes. Dan heb je deze.